Welkom! Leuk dat je luistert naar onze boekenkast. Vandaag praten wij na over de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. En we bespreken samen de absurde, bizarre avonturen van Alan Carlson en zijn vrienden in zowel het heden als het verleden. Heel veel luisterplezier! Hey, hey Sophie! Hey, uh, we zitten hier weer klaar. Ja, we gaan even lekker een afleveringetje opnemen. Zeker! En, uh, we hebben ik heb heb ik ja dat is wel een beetje leuk wat we hebben binnengekregen natuurlijk een beetje in een verrassing ja. voor onszelf ook nou niet helemaal voor mij maar verlaat kerstcadeau was het verlaat kerstcadeau, inderdaad het heeft even langer op zich laten wachten dan gepland maar uh, we hebben ja mokken met uh, of ja mokken het zijn eigenlijk niet echt mokken het zijn uh, noem je dat een Cups. Uh, thee cups Theekups met uh, met erop uh, onze logo hè ja, ja dus we hebben nu echt ons boek als mokken laten we zeggen dus we kunnen echt nu uh, in stijl thee drinken want dat is wat wij Graag doen met dit koude weer. Dan dus kunnen we onze kop thee gewoon drinken uit de mok met ons logo ja, erop. Dat is natuurlijk wel, superleuk. wel echt heel erg leuk. Dus ja. um, ze zijn mooi geworden, dus daar zijn we ja. heel erg blij mee. Dus dat uh, is leuk. Dat is nu voor het eerst dat we er uit drinken en ook gaan opnemen. Ja, ze zijn natuurlijk iets vertraagd door alle hectiek in de decembermaand. Uh, hmm. Bij de postbezorgers en, en ja. de producenten en weet ik het allemaal. Maar net op tijd voor de tweede aflevering van dit jaar zijn Precies. ze binnengekomen. En dan is dus voor de derde aflevering van het jaar. Maar... Nou ja, het is totaal geen haast. Het is gewoon leuk. Maar uh, nah, we zaten wel iets te wachten. Het was wel heel leuk. Ja, het <laughs> was wel leuk Ik was wel heel, was wel heel <laughs> benieuwd. Ik dacht, binnen is het een en al spiegelschrift. Dan kan niemand iets lezen op die mokken. Maar uh, dat ging helemaal goed. Ja, heel gaaf. Ja. Dus uh, het is alweer inderdaad twee weken voorbij van 2021. Zo. Dus dat uh, Hoop vooral, gebeurt. Ja, nou ja, dat valt eigenlijk wel mee natuurlijk nu met de huidige maatregelen. Ja, maar vooral, je on, in, hu in huis weinig gebeurt er buiten relatief veel. maar... Uh, Absoluut, <laughs> precies. Dat, dat is zeker waar. Um, maar inderdaad, wat hebben wij ondertussen gedaan? We hebben gewoon lekker weer een boekje gelezen. Veel gelezen. De tijd. Ja, zeker. En uh, niet alleen een boek gelezen, ook een hoorspel geluisterd slash podcast. Daar gaan we zo meer over vertellen, want ja, dat ook heeft nog. met het boek te maken. En ook nog de film. Dit is wel ook wat, nog we de hebben film nu echt gekeken. een. een, een een, een soort van triple strike of zo, ik heb geen idee hoe het noemen, maar uh, well, we dubbele... konden nu drie dingen met elkaar vergelijken in plaats van twee dingen, zeg maar. Dus uh, het ja. zou ook heel goed kunnen dat ik per ongeluk dingetjes zeg die dan niet in het boek staan, maar wel in de podcast te horen zijn of in de film. Nou ja. Ja. Um, ja vooral, vooral de film was wel wat afwijkend van, van het boek en, ja. uh, en en de podcast. Dus, um, maar Precies. Ik, uh... Maar ja, wij uh, of in, uh, in elk geval, ik was wel best wel lang benieuwd naar Jonas Jonasson, de Zweedse schrijver. Um, hij stond al een tijdje op mijn lijstje. Ik weet het niet. Het leek me gewoon best wel een grappige auteur. Ja. Ik had er wel goede dingen over gehoord. En zeker over dit boek. Maar wat een titel: De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Het is ja. wel een soort en, uh, van. Ja, dat. Hoe zeg je dat? Het ja. wekt wel vragen, of van waar gaat het ja. waar over? En, en je kan het goed onthouden, denk ik, over het algemeen. Dit is het wel een pakkende, ja, het is wel een pakkende titel. Had jij al eerder van het boek gehoord? Ja, dat wel. Uh, ik, ik, ik denk dat het op het moment dat de film uitkwam, ik weet niet precies in welk jaar, dat is met een paar jaar geleden. 2013, als ik het uh, 2013, goed. 2013, ja, ik ergens? denk dat ik het toen van heb gehoord. Ik, ik, en later eigenlijk pas van het uh, boek, maar ik denk dat ik het goed gehoord heb, vanwege dat jij daarin geïnteresseerd was op een gegeven moment. Oh ja. ja, ik had ook wel inderdaad een paar goede vrienden die, uh, die uh, wel weg zijn van die boeken. En dus een uh, goede vriendin die deelde dus die podcast. Dus de, daar kwam ik er, Daardoor dacht ik van hé, hey, ik wil eigenlijk heel graag die podcast luisteren. Daar kwam het een beetje door. Want nou ja, het is een podcast, maar het is eigenlijk een hoorspel van de Hoorspelfabriek. Met dezelfde naam dus als het boek. Uh, maar dus, ja, de NPO heeft, er, heeft het volgens mij op radio uitgezonden of zoiets. Ja, op de radio. En je kunt volgens mij gewoon verder op de NPO-app uh, luisteren. Waarschijnlijk ook. ook. Ja, wij hebben het nu via uh, mijn telefoon nog gedaan, via Apple Podcast. Maar je kan het ongetwijfeld nog ergens anders luisteren ook. Net als onze podcast, is gewoon weer zoals altijd ja. een podcast, gewoon <laughs> overal te luisteren. Heb je ergens nog een wasmachine... Gooi de podcast lekker aan. Waarschijnlijk kan hij niet wel afspelen. Want zo ieder wel. apparaat op de wereld kan tegenwoordig tegenwoordig. Afspelen. <laughs> maar uh, nou ja, het was ook. Ja, we hadden wel redelijk wat te luisteren. Want er waren dus 27 afleveringen ongeveer. Ja, of ja, ongeveer. Jo, ja, precies. was bijna net zo lang. Bijna al. Ja, gewoon echt. Uh, ja, gewoon net en zo lang dan, als een uh, luisterboek eigenlijk uiteindelijk in totaal. Ja, ik denk wel 20 minuten ongeveer per aflevering. 20, 25 minuten, zoiets. En ja. Uh, ja, we begonnen met luisteren. We waren weer. Uh, ja, benieuwd hoe dat ging. En toen uh, ben ik dus ook het boek gaan, uh, gaan luisteren op Storytel. Ja. Um, dus, ja. En toen achteraf nog even als klap op de vuurpaal. het boek, of uh, de, de film de bekeken. De film bekeken, ja. In het Zweeds. Wat, in het Zweeds. Waar we niet <laughs> over nagedacht hadden. Soms dus. een beetje Engels tussendoor, omdat dat het zich wel op vele um, gebieden in de wereld afspeelt. Ja, inderdaad. Als je het opzoekt, dan staat er inderdaad volgens mij Russisch, Duits... Uh, Zweeds, Engels en nog een paar talen volgens mij. Want een beetje iedere taal wordt erin gesproken. Ja, je maakt echt een uh, bijna, nou, niet een hele wereldreis, maar er wordt wel veel heen en weer ja, gereisd. Ja, en, in, en, in, de, en in, 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 het, in het boek wordt er nog meer gereisd dan in de film, om het zo maar te zeggen. Ja, en in, in de podcast en de, het boek wordt er nog meer gereisd, inderdaad. Ja. Want maar, uh, maar uh, ja. Maar ja, 100-jarige man, da, daar draait het de, eigenlijk om. Het de boek. titel zegt het al. Uh, en de titel, letterlijk, daar begint ook. De eerste pagina, beetje. Het is echt een boek waarin er heel veel gebeurt. Dus um, echt in een razend tempo um, beleeft de hoofdpersoon heel veel avonturen, Alan Carlson. Alan Carlson. Um, dus ja, daar begint het hoofdstuk mee. Iemand die uit het raam klimt en verdwijnt op zijn honderdste verjaardag. Ja, ook echt op zijn honderdste verjaardag. Hij begint gewoon in het bejaardentehuis... natuurlijk op zijn honderdste verjaardag. Iedereen is uh, feest aan het bouwen. Journalisten komen binnen om, uh, om uh, foto's te maken en te filmen en weet ik wat allemaal. En uh, Carlson die denkt eigenlijk van, of Alan moet je eigenlijk zeggen, die denkt: uh, tabé, ik, uh, ik klim gewoon het raam uit en je zoekt het maar allemaal lekker uit met je gedoe hier En dan uh, komt er een hele reeks aan uh, afzeurde gebeurtenissen eigenlijk. Ja, en dat, en, ja, eigenlijk gebeuren er twee dingen, want hij gaat eigenlijk dus inderdaad dus eigenlijk in het nu, dat speelt zich dan af in 2005, als ik het goed zeg. Ja, 2005. Uh, Elk hoofdstuk begint ook met een uh, datum, dus dat je weet, oké, okay, in die tijd zijn we. En dat is ook wel belangrijk, want inderdaad, het, het, een deel, één verhaal speelt zich eigenlijk af in 2005. Nou, op zich is dat redelijk, zou dat redelijk goed te volgen zijn, mm -hmm. behalve dat we eigenlijk door, de he door het hele boek heen, heen en weer springen in de tijd. Eigenlijk krijgen we iedere keer, nou, het zijn eigenlijk niet de hele tijd doorheen en weer springen, maar je springt eigenlijk de hele tijd terug in een flashback, dus... Uh, toen hij geboren werd, uh, toen, hij jong, uh, toen hij jong was, toen hij kind was, toen hij puber was. En de hele tijd krijg je eigenlijk flashbacks terug in de tijd. Maar ze zijn wel, de, de flashbacks zijn wel chronologisch. Of zeg ik dat nou heel verkeerd? Um, ja, nee, dat klopt inderdaad wel. Want je um, leest mee met de 100-jarige Alan in 2005, die dus verdwijnt uit het bejaardenhuis en dan allemaal avonturen leeft. En die hoofdstukken worden afgewisseld met uh, hoofdstukken uit zijn verleden, en die beginnen inderdaad bij hem als baby, en die gaan langzaam zo chronologisch door, totdat het bij het heden komt, zeg maar. Um, ja, dus je... Ja, wat, wat, wat vond je daar nou van? Ik vond het wel heel leuk. Ik had het eigenlijk helemaal niet zo verwacht. Ik dacht gewoon van, um, want we kunnen daar zo een klein beetje op ingaan, maar ja, er gebeurt dus heel veel al in dat eerste hoofdstuk. Dus ik dacht, nou, dit is. Uh, Voldoende om een heel verhaal, een heel boek mee te vullen. Dus we blijven gewoon in het heden. Um, dus ik vond dat wel een, een verrassende afwisseling. Um, um, dus ja, nee, ik vond dat wel een toegevoegde waarde. Natuurlijk ook wel een hele leuke wijze van vertellen. Want iemand die 100 jaar is, die heeft natuurlijk ook een gigantisch levensverhaal. En die heeft ook heel veel te vertellen. Um, dus dat, uh, het idee is ook dat Alan uh, nieuwe vrienden ontmoet. En dat hij dus aan hen. Uh, om hem te leren kennen, zijn levensverhaal vertelt. Dus dat vond ik wel een leuke manier om het zo te doen. Maar wat er dan allemaal gebeurt in zijn verleden, uh, ja, is wel een beetje absurd en zo ongeloofwaardig. Maar het wordt zo geloofwaardig, bijna opgeschreven, dat je erin gaat geloven. Ja, het is wel echt een, een komisch boek. Hè? Ik bedoel, ja, je verwacht ja. ook bijna niet anders met zo'n titel. maar... Het is wel even belangrijk om dat erbij te zeggen. Dit is geen serieus drama over iemand die honderd jaar lang geleid heeft en allemaal nadigheid heeft meegemaakt. Dit is gewoon. Nou ja, het is nog net niet slapstick. Maar het is echt ontploffingen die gebeuren. Mensen die opgeblazen worden. Uh, op een gegeven moment is je aan het dansen met staal in. Het is echt. We hebben het echt over hele vreemde bizarre gebeurtenissen die er gebeuren. En uh, die in op een hele komische manier worden verteld. Ja, zeker komisch. In principe komt hij wel in nare gebeurtenissen, raakt hij wel verzeld Alan. Ja. Maar door zijn ja, nuchtere persoon en door zijn uh, ja, gebrek aan angst... lijkt het allemaal dus heel lichtvoetig en vrolijk en komisch. Zo wordt het ook echt beschreven. Maar als je erover nadenkt wat er allemaal verteld wordt... Hij, uh, nou ja, hij reist naar Amerika, hij reist naar Noord-Korea, hij reist naar Rusland. Allemaal een tijd van oorlog. Dus dat zijn hele heftige gebeurtenissen. Ja, maar... eigenlijk wat hij natuurlijk doet is hij ja. reist, want hij reist dus eigenlijk door de tijd heen. Hij wordt een beetje begon uh, begin uh, 20e eeuw wordt hij dus eigenlijk geboren. En hij reist eigenlijk door die hele 20e eeuw heen. En eigenlijk wat al die flashbacks doen is eigenlijk de, in ieder de westerse, uh, ook wel een beetje de oosterse, maar voornamelijk de westerse uh, wereldgeschiedenis eigenlijk in ieder geval op het vlak van oorlogvoering en machtsvertonen en dat soort zaken. Vertelt hij vertelt die eigenlijk vanuit het perspectief van Alan. He, dus we hebben het inderdaad over Noord-Korea. Eh, eh, dictator, dictator daar. Eh, Franco-regime komt Ligt voorbij. Daar. Ja, Franco in uh, Spanje is hij ook nog. Stalin. Eigenlijk communisme, marxisme wordt er besproken. Um, heel veel stukje, stromingen. Ja. Heel veel stromingen. Een stukje nog Azië uh, komt daarbij kijken. En eigenlijk gaat hij daar doorheen. En wat, wat hij eigenlijk daar doet is eigenlijk dus uh, de, de realiteit... Ja, dus, eigenlijk, een stukje non-fictie pakken. Hè. Dat zijn daadwerkelijk, daadwerkelijke karakters. En hij schrijft er eigenlijk Alan in. Dus, een soort van alternatieve his historie, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja, klopt. Het zijn ja, voor zijn werk weet allemaal waar gebeurde historische feiten. Dus, de schrijf zal ongetwijfeld daar veel kennis van hebben of daar veel uh, research in hebben gedaan. Uh, waarin... Alan dan verzeild raakt en waarbij hij dus ook een hele belangrijke sleutelrol speelt. Omdat hij dus ook, um, hoe zeg je dat, bommenexpert expert is, explosief-expert. Dus hij krijgt een uh, heel belangrijke rol in verschillende oorlogen. En dat vertelt hij dus in het heden ook aan zijn vrienden, die hij dan ook weer op heel bizarre wijze leert kennen. En die geloven er allemaal niks van, die hebben allemaal zoiets van... Dit is gewoon iemand van 100 jaar die het een beetje uit zijn duim zuigt. of die je misschien niet helemaal meer allemaal heel goed kan herinneren. Maar als lezer lijkt het dus wel alsof Alan het echt beleefd heeft. Maar inderdaad, wat je aangaf, het is echt een heel komisch, grappig uh, boek. maar waarin wel bepaalde politieke conflicten en oorlogen. wel aan de kaak gesteld worden, toch wel door Jonasson. Ja, ja, ik moet wel zeggen dat het. ja, je moet het met, allemaal echt wel met een korreltje zout nemen, om het zo maar te zeggen. Soms moet je het wel met een heel groot korreltje zout nemen. En dan vind ik het, dat vond ik soms wel een beetje. Zoals wat bedoel je bijvoorbeeld? Een bepaald stukje. Uh, of? Nou, dat, die, dat die toevallig Het is heel veel toevallig, toevalligheden. Weet je wel. Dus op een Absolut, gegeven moment blaast ja. hij een brug op toevallig in Spanje. Dat gaat dan net niet helemaal lekker. Daardoor staat hij per ongeluk op de weg. En komt toevallig Franco aanrijden. En heeft toevallig Franco het idee dat hij zijn leven redt. Dat, dat soort. Weet je, dat zijn zoveel toevalligheden achter elkaar. Um, en dan die Franco, die neemt hem dan helemaal, omsluit hem helemaal in zijn armen... en die ziet hem gelijk als zijn beste vriend. En dat, ik geef nu één voorbeeld, maar dit gebeurt wel een aantal keren vergelijkbaar uh, in het boek. In Noord-Korea, dan wordt hij, ja. staat hij op het punt om vermoord te worden... omdat hij zich heeft voorgedaan als een, iemand anders. En dan is daar toevallig een Mao, volgens mij, als ik het goed heb, de leider... Ja, de Chinese de leider is China, toevallig China. daar in diezelfde kamer. En hij heeft zijn zonder vrouw dat ooit iemand gered. het door had. Ja. <laughs> um... En dan redt hij toch weer zijn leven. Hij ontkomt echt uit heel veel benarde situaties, weet hij toch te ontkomen waarin je denkt, dit is niet mogelijk. Maar dat is er juist alweer weer leuk aan. Of vond jij dat storend? Ja, wisselend. Dus soms vond ik het heel leuk, maar soms dacht ik wel echt. Van, ja, soms, soms voelt het een beetje aan als um, wel heel gemakkelijk vanaf willen komen als schrijver. zo van Oh, hij zit nu eigenlijk, ik heb hem in de knel geschreven. Eh, uh, zit opeens in de kamer, weet je wel, het voelt af en toe een beetje, dat had ik af en toe een beetje, maar goed, het, uh, hij komt ermee weg vanwege dat het zo'n komisch boek is, zeg maar, ik denk als het een serieuze thriller was, dan had, het, ja, dan, dan had het niet, zeg maar, Precies. gekund, zeg maar, dat is een beetje, maar dan moet je wel een beetje, ja, dan moet je wel een beetje, die mindset moet je op een gegeven moment wel een beetje krijgen door het boek heen, want anders... Als je daar niet doorheen prikt, wordt het wel een hele, hele taaie kost, denk ik, om er doorheen te komen. Ja, en het is dus juist geen taaie kost. En wat ik ook het grappige vond, je leest dus over de 100-jarige Alan in, het, in 2005, maar dus ook over de jongere Alan in, nou, het begon een beetje bij 1910 nech, of zo. Tot... Nech, ja, 1910 begint hij natuurlijk pas echt, als je vijf jaar oud is, ja. dus dan beginnen we echt uh, pas zijn verhalen een beetje mee te krijgen. Maar dan... Um... Je, hij komt dus echt een hele nare ook kampen terecht in, in Rusland, of hij moet op de vlucht, echt vrezen voor zijn leven. Maar ja, je weet natuurlijk dat hij het heeft overleefd, want hij is niet voor niets honderd geworden. Dus dat was wel, dat vond ik er zelf wel grappig aan dat je denkt, oké, okay, hij weet hier dus uit te ontkomen. Um, en in het heden spelen zich ook weer echt bizarre dingen af. Dus ook wel leuk om dat zelf gewoon te lezen. Waar? Hoe, hoe vond je dat? Want hij ja gelijk eigenlijk al vanaf moment één dat hij dat raam uitklimt. Ja, Krijgt hij allemaal avonturen? Krijgt hij gelijk de uit? Ja, nee, kijk, ja het begint vind ik briljant, zeg maar. Hij, gaat naar dat, hè, dus hij is uit dat raam geklommen. En hij loopt naar het uh, lokale busstation, Want hij denkt: ja, goed, ze gaan me natuurlijk zoeken. Dus ik moet in dus, Zweden trouwens speelt hij af. af. Ik weet niet al, al gezegd hadden, het maar. Oorspronkelijk een ja. Zweedse boek. We um, hebben het niet gelezen in het Zweeds, gelukkig niet. <laughs> nee, dat was een lange doorwaar geworden, ja. uh, Maar uh, ja, hij gaat eigenlijk zo snel mogelijk dus naar dat busstationnetje toe. Nou, dan gaat hij naar, uh, naar, komt hij bij dat busstationnetje aan. Dan zit er iemand zo in dat hokje, weet je wel, die dan eh, bij een informatiebalie. En dan zegt hij, hé, hey, ik wil een bus hebben naar uh, ergens naartoe. Maakt me niet uit, uh, niet uit waar naartoe. Voor uh, dit als bedrag. Ik, als ik me weg ben. Ja. Uh, ik heb zoveel geld. Uh, kan ik een kaartje kopen. En dan zegt hij, nou ja, over drie minuten vertrekt er een bus daar en daar. Nou, hartstikke mooi. En dan is het zo van, oh ja, maar ik wil een kaartje kopen. Ja, nee, dat gaat niet. dan moet je bij de buschauffeur doen. En dan dat soort van enorme bureaucratische gedoe... Of zo'n klein busje zonnetje. Nou, dat gaat er een beetje heen. Dat en zit weer. trouwens vooral in de podcast, minder in het boek. Maar okay. dat is wel grappig. De podcast lijkt heel erg op het boek. Maar ja. sommige dingen hebben ze dus een beetje zelf ingeschreven voor humor, denk ik ook nog. Ja, maar dat stukje ja. teren, de, door René, uh, René het Hof van het Hof. Op, op ja, het Hof. Die, acteur. die acteur. Die is ja. loketbediende inderdaad. Die is de loket denken wij. <laughs> echt briljant. Die man, die man is sowieso briljant. En daarin is hij echt. Ja, ik, ik leg helemaal krom dan. Um, maar dan komt dus uh, een, uh, een, een natie, of ja, een soort van natie, nou, een skinhead. skinhead sorry. Ja. Een skinhead komt daar binnenlopen. Dus, uh, dus een kale gast met een motorjasje en noem allemaal op. Van en Never die... Again. Een van soort Never drugsbende. Again. Ja, uh, ja motorclub. motorclub. Oh, en die, was het geen drugsbende? En... Ja, ze, ze handelen wel in drugs. Dat is natuurlijk wat de meeste motorbendes doen. Maar het is in principe een motorbende. Oh, ja. de never Again moet gezien worden als een soort van uh, Hells Angels en dat oh, soort ja. dingen. En uh, dus die komt daar binnen. Nou, die moet heel nodig naar het toilet. Nou, je weet die moet niet plassen, laat ik daarop houden. En hij heeft die koffer bij zich. En toch? hij heeft een gigantische koffer bij zich. De die, koffer. De koffer. En die past dan niet in dat, in, dat, in dat toiletje. En ik zie dat gewoon, ja, ik zie dat gewoon helemaal voor me. Weet je wel, ik kan dat van beide kanten kan ik dat begrijpen, dus die oude man die daar dan staat en die dat dan ziet gebeuren, weet je, als een jongen die zit te kloten en tegelijkertijd ook jijzelf die, die dan denkt, ja, ik kan die koffer hier niet buiten laten staan, weet je wel, ik moet hem mee met het toiletten nemen, maar dat past niet en ja, gewoon een drama. En dan biedt uh, Alan, die biedt dan, uh, biedt dan zijn hulp aan hen. en dat is echt de eerste keer dat we ook een beetje het, de, ja, het karakter eigenlijk zien van, van Alan. Van Alan inderdaad. Um, ja, gewoon, gewoon nergens bang voor zijn. Dat, dat lijkt ook uh, ja, een beetje een soort van, toch wel een beetje een, een, een kwaal. Of ja, een, kwaal, een soort mentale aandoening. Dat hij echt helemaal geen enkele angst kent. Ook weer zijn kracht. Nee, uh, dat oh, is eigenlijk ook wel zijn kracht, natuurlijk. Maar ja, maar goed, hij wordt natuurlijk op een gegeven moment op jonge leeftijd is hij ook in een kliniek geweest en zo. Um, dat lijkt ook wel een beetje daarmee te maken te hebben. Dat hij dus eigenlijk ja, geen angst heeft voor dingen die er gebeuren om hem heen en voor de autoriteiten en noem maar allemaal op. Uh, en je ziet dat. En je ziet inderdaad, zoals we die, die toch. Ja, niet crimineel, maar wel een soort van deugniet of zo. Maar hij lijkt een soort van, ondanks dat hij honderd jaar oud is... heeft hij nog een soort van... Jeugdigheid Ja, jeugdige, kinderlijke speelsheid ja. of zo. En dat is wel heel grappig natuurlijk. Dus uh, ja, die goos die gaat in de toilet. Hij zegt, ik wacht wel even op je koffer. En uh, nou, die bus komt aanrijden en hij denkt: Weet je wat, ik neem gewoon die koffer mee. Alan neemt die koffer mee. Dus ja, Alan neemt die koffer mee. En dan wordt eigenlijk natuurlijk, nou ja, je voelt hem aankomen. Die motorclub die gaat achter Alan aan. En dan uh, gebeurt er heel veel. Alan die krijgt, uh, die komt uh, ondertussen andere mensen tegen. Uh, ja. En eigenlijk terwijl hij dus met die koffer probeert weg te komen. Ja, en dan gaat ook allerlei dingen gaan daar mis. We gaan allemaal en... dingen mis, maar inderdaad, precies wat je net al zei met die toevalligheden. Op een of andere manier. Komen ze overal mee weg, want Alan maakt ook allemaal nieuwe vrienden. En die koffer, daar nou, zit allemaal geheime inhoud in die heel veel mensen graag willen hebben. Dus ze moet eigenlijk constant op de vlucht. Maar toch ja, weet ze steeds op het nippertje te ontkomen. En dat is eigenlijk het hele boek uh, over Alan is dat zo. Dus ook in zijn, uh, in zijn jeugd en uh, toen hij 30, 40, 50 was. Maar dus ook nog steeds als hij 100 is. En ja, hij verliest dat jeugdige deugnietachtige. Dat verliest hij dus gewoon, uh, gewoon niet. En nergens bang voor. Nooit kwaad bijna nooit kwaad. Hij zal nooit tegen iemand schreeuwen. Nee, hij is bijna een soort van stoner. Hè? Je hebt het idee dat hij continu soort van... Hij is niet stoned, maar je hebt bijna continu het idee dat alles bij alles wat er gebeurt, is iets van, oh ja, ja, kom wel goed, joh. Het, uh, hij zegt ook constant, al het los, is joh. zoals het is en het wordt ja, zoals het wordt. Dat is een beetje zijn uitspraak, hè? het is wat het is, het wordt wat Op het wordt. Op zich, aan de ene kant vond ik dat wel, natuurlijk, het, het werkt natuurlijk nooit helemaal zo zoals in een boek, maar het, het is heel erg uitvergroot en komisch gemaakt. Maar ja, zijn positieve denken, dat, dat, dat vond ik wel, wel leuk om zo bij stil te staan. Dat ik denk, oh ja... Uh, om de wereld wat mooier te maken, is dat natuurlijk absoluut uh, belangrijk om positief uh, ingestoken te zijn, zeg maar. Dat had ik wel bij Aanland. Ik vond het wel een sympathiek karakter. Ja, zeker. Wel. Ja, op zekere hoogte wel. Toch? Hey, het is wat wel een beetje eigenaardig. Maar... Het is eigenaardig. Hè? Hij voelt een, een, een van de typische dingen die je. En dat is voornamelijk al in het verleden, dat je dat wat meer merkt dan in, in het hele verhaal. Maar dat hij ook bot op. dat hij niks heeft met politiek en dat hij er ook geen standpunt in aanneemt. Dat, dat klinkt op zich best wel uh, positief in eerste instantie. alleen ja, zie je dan dat hij eigenlijk voor beide kanten gaat werken. Omdat hij ja, dan niet uitmaakt als je maar dingen kan opblazen. Ja, um, dat is waar. En dat, dat is dan ja. wel weer dat je denkt, nee, ja, dat, dat, dat uh, is dan voelt dan wat minder uh, vrolijk aan om het zo maar te zeggen. Maar goed, dat is wel zijn passie. Dus uh, ja, misschien zit daar toch iets van positiviteit dan in. Ja, inderdaad, bruggen opblazen, dat is iets, daar heeft hij een bepaalde fascinatie voor. Dat, uh, dat, dat begrijpen wij niet helemaal, natuurlijk. Nee. Um, en ja, en de andere karakters, want er komen best wel wat, hoe zeg je dat, kleurrijke figuren naar voren. Criminelen, ja. politieagenten, en die komen allemaal uiteindelijk bij elkaar terecht op een bepaalde manier. Ja, ja, als je het toch hebt over onwaarschijnlijkheden, dan is dat uiteindelijk wel een hele grote onwaarschijnlijkheid. Ja. Maar goed, laten we daar niet te diep, over, te, te diep op ingaan. Um, ja, de andere karakters. Ja, uh, ja, ik moet zeggen dat ze eigenlijk allemaal wel redelijk gelukt zijn. en um, en in sommige gevallen vind ik ze bijna, en dat klinkt een beetje lullig, maar vind ik ze bijna interessanter dan Alan. Zoals wie? Uh, Benny. Oh ja, ik Benny de snackbar eigenaar. Benny de snackbar eigenaar is, ja. Ja, ik vind het gewoon... Dat vind ik dus, dat vind ik dus een slim ge geschreven karakter. Um, ik wil er niet te veel over vertellen, maar Benny is in principe een snackbar eigenaar. Daar lijkt wat meer achter te zitten. Um, die komt mee. Die, 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 hij lijkt een beetje, een, beetje, ja, een beetje teruggetrokken. Hij weet het niet helemaal. Um, hij wordt eigenlijk oorspronkelijk, gewoon, krijgt, hij, krijgt hij wat geld om, uh, om eigenlijk chauffeur te zijn, tijdelijk voor ze. En langzaam aan de hand lijkt er, blijkt er ja. eigenlijk een hele, uh, blijkt, blijkt er een hele historie eigenlijk te zitten. En de grap is dat hij dus um, nou ja, hij zegt op een gegeven moment zegt hij van nou, ik, ben, ik, ik ben bijna dokter. Nou, daar blijkt dan iets achter te zitten. Maar dat is wel bijna in tegenstelling tot sommige andere elementen in het boek, vind ik dat hij dat wel goed heeft onderbouwd. Hè? Het is een gek vreemd verhaal. Maar er zit wel een soort onderbouwing aan. Het klopt wel allemaal. Ja. Dus dat vond ik wel heel goed gedaan daar. Um, en ook die uh, Julius, als ik het goed zeg. Ja, die uh, eerste vriend van Adnan eigenlijk de eerste, de eerste, uit 2005. Ja. ja, de eerste, hm. de eerste nieuwe vriend, de eerste nieuwe persoon die die tegenkomt eigenlijk in zijn verhaal. Ja, dat is ja, wat dat is ja, ook gewoon opnieuw weer gewoon heel grappig. Maar dat is eigenlijk een soort van iemand die ja niet echt een crimineel is. Maar het gewoon niet zo nauw neemt met de wet. Maar voornamelijk een soort van oude wetse uh, anarchist is of zo. Die gewoon, ja, nee, ik, ik steel. Ik, ik heb gewoon geld, ik kan gewoon dingen kopen. Maar ik steel het gewoon, want ja, ik vind het gewoon, ik vind het gewoon te duur. Ik ja. Je... ja, precies. Die acteur is ook geweldig. Volgens mij is dat Bob Fosco, die in het woordspel ook echt ja. schitterend gedaan heeft. Ook prachtig gedaan. Je ziet het dus, helemaal um... voor je. Maar da daarin ook zie je dat karakter wat, uh, die karakters lijken wat meer, um, wat meer genuanceerd... dan bijvoorbeeld de historische karakters. Ik weet niet of jij dat ziet, maar die vond ik soms wat... Uh, wel heel erg bijna eendimensionaal, wat meer over de top... dan uh, de, de, de karakters die je zeg maar, in de huidige tijd tegenkomt. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik vond inderdaad ook Benny, uh, ja, die snackbar-eigenaar... Uh, die heeft dus blijkbaar een historie met zijn broer, een studie. Nou, dat is een hele verwikkeling. Het grappige vind ik ook dat... Die historie weer terugkomt in het heden. En hen ook weer een beetje een soort van red in uh, een uh, lastige uh, situatie. Ja. Maar dan komt alles een beetje, alle puzzelstukjes vallen op hun plaats. Dus dat vind ik wel heel knap gedaan van een schrijver. Dat je dus heel veel losse karakters hebt die allemaal een eigen historie hebben en allemaal hun eigen talenten. En dat je dat dan zo weet te bundelen, zodat het één geheel wordt en het dus wel een goedlopend verhaal wordt. Um, het voelt bijna soms. Te simpel aan om, om waar te zijn. Maar juist daardoor is het zo, omdat het misschien soms voor de hand liggend is, is het toch wel weer zo'n goed verhaal. Een beetje lastig om uit te leggen. Als je het boek niet hebt gelezen, dan, dan um, ja, zou ik het zeker gaan lezen, want dan, dan wordt het wat duidelijker. Um, maar ja, alles klopt op een gegeven moment van A tot Z, als het ware. Uh, en zo ook dus met Gunilla, die er nog in voorkomt. Uh, een van de weinige vrouwelijke karakters. Ja, ook een heel origineel karakter. Uh, blijkbaar een hele mooie vrouw. Ze wordt in het boek ook vaak de schoonheid genoemd, maar constant vloeken. Uh, nou ja, en ze heeft nogal een bijzonder huisdier. Dat, dat vind ik gewoon wel hele, ja, van die knotsgekke karakters. Dat vind ik gewoon wel leuk in een boek. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. Dus dat, dat maakt het denk ik wel een Jonas Jonasson boek. Ja, en dan heb je nog die. Uh, ik ben even de naam vrouw, uh, kwijt, maar die vrouw, natuurlijk, uh, de vrouw van, uh, van Einstein. Dus uh, die wordt op een gegeven moment ja. mevrouw Einstein genoemd. Ja, klopt. Uh, Uit het uh, verleden, dan weer inderdaad. Uh, en die komt ook weer terug in het heden, trouwens. Komt, die komt namelijk terug in beide gevallen. Uh, ja. gevallen. Uh, die is uh, enorm simpel, om het zo maar te zeggen. Dus die, die snapt niks, uh, et cetera. Ik moet zeggen dat ik die wel, um, denk ik, het, 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 ja, uiteindelijk bijna een van de minste karakters vond. Ik, ik moet zeggen dat ik dat een beetje, ja, daar had ik wat meer moeite mee. Omdat iemand, weet je, bij, bij Alan heb je nog het idee van, nou goed, hij snapt wel wat er gebeurt. En hij heeft gewoon wat toeval en uh, hè, hij bemoeit zich verder met heel veel dingen niet. Of hij is gewoon een beetje, maar bij haar is het wel echt van, ja, je bent een soort van, weet je, je bent Niet dom, heel intelligent. Ja, je bent te dom ja. om te autorijden, maar je wordt wel ambassadeur. En dat voelt, voelt een beetje, ja. Dat, dat Weer vond een beetje ik... zo absurd, inderdaad. Ja, maar dat was wel voor mij één karakter. waar ik dacht: van ja dit ga je wel met een stapje te ver. Maar goed. Um... Maar Alan, je maar zegt goed. van hij bemoeit zich niet echt met dingen. Maar ik vind hem ook in heel veel dingen toch wel heel vindingrijk. Uh, vond ik dan. Wat voor elementen vind je hem dan vindingrijk, als ik vraag mag? Nou ja, ook wel in het verleden. In het heden in principe ook. Um, ja, in heel veel situaties moeten er steeds vluchten. De politie zit achter ze aan. De Never Again-bende zit achter ze aan vanwege die koffer. Um, zijn honderdste verjaardag, daar heeft hij geen zin in. En dan gaat hij er gewoon... Hij, hij doet gewoon waar hij zin in heeft, zeg maar. Hij is best wel tegendraads. En in een situatie waarvan het heel ongeloofwaardig is... dat je hem gaat oplossen, weet hij toch uiteindelijk iedereen te redden. En door zijn positieve, zonnige manier van denken... komen ze bij een oplossing. Ook alweer door heel veel toevalligheden. Maar ook wel doordat hij vindingrijk is en... Uh, Excentriek is en daardoor misschien een beetje wat ruimdenkender is. Ja, dat soms wel. Ik moet wel zeggen dat ik soms met Alan. Um, hè, zeker omdat het, het boek heeft natuurlijk een honderdjarige man. Dus, dus hij is toch een beetje het hoofdkarakter van het boek, dat is wel vrij duidelijk. Um, som, ja. Soms heb je wel heel erg het gevoel dat hij uh, niet per se het verhaal vooruit duwt, maar dat hij door het verhaal naar voren wordt geduwd, om het zo maar te zeggen, als je een beetje snapt wat ik zeg. Um, hè, dus soms heb je het idee dat meer de situatie om hem heen. Um, Zeg maar het verhaal vooruit duwt. Dan dat hij echt daadwerkelijk actief betrokken is bij het verhaal. Dan heb ik dat wel meer bij de bij de historische dingen, denk ik. Dan bij de bij de huidige tijddingen. Maar dat merk je ja. soms wel. Soms heb ik wel, som, sommige cernes heb je echt zoiets van oké, okay, maar wat is nu helemaal. Dan is hij bijna meer een observerer, Weet je wel, hij, hij zit ja. aan de zijlijn eigenlijk. Te kijken wat er gebeurt. Ja, precies. Bestond meer een observer. Ja, en dan rol. zegt hij misschien één of misschien. twee zinnetjes. En dan en that's it dan. Weet je wel. Dus hij heeft wel iets van invloed erop. Maar verder gebeurt er niet heel. En dat, dat miste ik wel een beetje. Ik had daar soms wel, voor mij had dat soms wel iets meer. Dat hij iets actievere rol in, in, in dat soort stukken mogen hebben, denk ik. Ja, klopt. Ik denk dat dat in het boek ook wel meer was nog dan in de dan in het hoorspel. Ik moet zeggen, ik vond het hoorspel wel echt een hele goede vertolking van het boek. Hè. Heel veel teksten, ook gewoon letterlijk uit het boek. Um, ja. Het komt best wel veel met elkaar over één ook de gebeurtenissen. Dus dat vond ik heel, heel knap gedaan. Het is wel grappig dat, als ik het goed heb, dat sommige, niet veel hoor, maar sommige rolletjes in de podcast, in het hoorspel, dat zijn dus personen die niet in het boek zaten. Mocht je de podcast hebben geluisterd, bijvoorbeeld Magnusson, dat is diegene die steeds Kerdien opbelt van de drugsbende van de motorbende die steeds me gaat bedreigen met allemaal cannibale bedreigingen zeg maar uh, die wil zijn koffer terug. Volgens mij zit die dus niet in het boek of ik heb er echt straal overheen gelezen. Hm. Uh, maar die heeft de ja, ik denk dat de Horstvel fabriek die zelf heeft bedacht. Ik weet het. Um, die zit wel ook in de film. Dus ik denk dat die gewoon ja, misschien een iets andere rol heeft. Misschien vorm een heel heeft. klein rolletje hoor. Dat zou ook kunnen in het boek. Ja. En ik moet zeggen, het zijn ook wel veel Zweedse namen waardoor ik soms een beetje misschien uh, mensen door elkaar hou. En uh, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Maar Aronson bijvoorbeeld, dat is dan een, een politieagent. O oh ja, ook een beetje een bizar karakter. Um, houdt nogal van een alcoholisch drankje. Heeft eigenlijk weinig vrienden. En zijn politiebaan is nog niet helemaal wat hij ervan hoopt. Of ja, hij is geen agent, zoals commissaris. Um, maar goed, hij heeft dan ook. Uh, nou ja. Bij hem komt ook een bepaald persoon, zijn grote liefde zit in die podcast, maar die zit dan bijvoorbeeld weer niet in het boek. Dat vind ik dan wel grappig dat ze daar toch een beetje een eigen draai soms aan hebben gegeven. Ja, want de podcast is inderdaad weer anders dan het boek. En dan heb je ook nog, maar wel echt een aanrader, denk ik. Ja, en het, het komt echt heel erg overeen. En hele goede acteurs: Erik van Muiswinkel, Joop Keesmaat. Nou, echt heel veel mensen zitten erin. Liz, uh, Lies Vissendijk, dus echt, uh, echt een aanrader. Heel duidelijk. Ja, goede, en gelu is, goede geluidseffecten ja, erbij. Het is, is echt uh, een film zonder beeld. Je hebt echt het gevoel dat je, dat je meegaat ja. door Zweden, Amerika en China. Um, want dat is dus een beetje het idee dat ze langs veel politieke leiders gaan. Dus Stalin, Kim jong un als ik het goed uitspreek. Ah, en, ja. Amerika. Schumann, hey, Roosevelt. Truman, Roosevelt. En, ja, dat allemaal. Dus Die komen ja. allemaal voorbij eigenlijk. Wat natuurlijk wel heel leuk is. Um, en heb je nog de, de film? Heb ik ook nog gekeken in het Zweeds. Um, ja, ik, ik moet wel zeggen, van die drie is, is dat zeker wel de minste. De het is heel anders, maar het is ook wel logisch omdat er heel veel gebeurt. Maar... Ja, er is best wel veel dingen anders. Um, het is echt bijna gewoon. Ja, het is echt gewoon helemaal herschreven bijna. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, want op zich... Het is ook een film, het is ook geen boek, dus op zich het is op wel andere goed. Vertelwijze, uh, andere vertelwijzen, ja. Andere vertelwijzen, et cetera. Maar <laughs> ik, mist, ik, ja, ik miste wel heel veel dingen ervan, zeg maar. Die, die, die ik echt leuk vind in het boek of, en, en in de podcast, mis ik echt wel in. In details, uh, de humor lijkt ook anders te zijn, vond ik, in de film. De humor ja. in de, in, in, was wat, ja... Want er zit veel Wat humor simpler in. Simpeler of zo. We hebben niet zo ja. benadrukt, maar er zit echt wel veel humor er in. Er zit heel veel humor in. Maar, het is, maar de, humor is, uh, de humor in het boek is heel erg. gniffelhumor, om het zo maar te zeggen. Het is heel erg humor die je leest en dat je onder dus een beetje aan het gniffelen bent. Het, ja. zijn niet per se van die, het zijn niet per se grappen of zo. Het is niet dat er iets gebeurt dat je helemaal stuk gaat of zo. Of dat iemand een goede mop vertelt. Het is meer nee. de hele tijd dat je denkt: van dit is echt hilarisch. En, het, en, en de film gaat iets meer voor de. Slapstick, om het zo maar te zeggen. Het gaat iets meer voor iemand die valt. En iemand die, de je, visuele grappen, visuele, misschien. Visuele ja. of gewoon hele simpele gore grappen. Wat ja, daar zit op een gegeven moment een scène in dat die. Uh, um, bijvoorbeeld die, die buschauffeur, die politieagent, gaat op een gegeven moment naar die, die jongen toe. Die dat, of die man die in dat bushokje uh, heeft gezeten, oh, ja. weet je wel. Nou, dat is echt uh, wel een goede scène. En dan in de film zit zijn vrouw erbij, dat er een hele dikke vrouw is. En hij is dan een heel dun jong, een mannetje. Dus dat is dan een soort van komisch bedoeld. Oh, en dan ja. gaat zij de hele tijd vertellen van... Ja, maar je zegt het verhaal verkeerd. Je moet het zo zeggen. Je moet het zo zeggen. En dan oh, gaat ja. zij uiteindelijk het verhaal vertellen. En dat moet dan grappig zijn. Ja, ik... Ja, gewoon nee. Misschien is het ook het anders okay. als je alleen de film kijkt. Dat is natuurlijk heel vaak zo. Ja, wel. Maar het is oké. Okay. Maar het is gewoon wat simpeler. Dus uh, ja, ik zou de film niet per se direct aanraden. Ik bedoel... Ja, bij de Shining of zo. Toen zei ik: daar is de film ook anders dan het boek, maar dat zou ik echt allebei echt wel aanraden. En nu zou ik zeggen: van ja, ik zou het boek en de, en de podcast aanraden, uh, maar niet per, se de, niet per se de film. De film is niet slecht, maar ik ga niet. Zeker per se niet. Nee, misschien is het leuk als je een fan, fan bent van een van die Zweedse acteurs of zo. Of dat, dat, zou, dat kunnen. zou kunnen, want het is natuurlijk wel een Zweedse film. Um, maar in, nee, de podcast uh, kan ik echt aanraden. En het boek ook. Okay, ik heb hem dan geluisterd op Soortel met Jan Donkers. Die heeft best wel heel veel boeken voorgelezen. En ik vind dat wel een hele fijne stem. En ik vond het ook wel heel grappig om Jan Donkers een keer een heel vrolijk boek te laten voorlezen. Of uh, te horen voorlezen. Want hij heeft bijvoorbeeld Stoner voorgelezen. Of Game of Thrones. Ja, dat zijn toch wel wat zwaardere boeken. Dus dat, uh, dat vond ik wel leuk. Ja. En uh, ik wist niet of jij dat wist. Maar wat ik dus net. Last toevallig is dat er dus een vervolg is op dit boek. Ja. De 100jarige man die terugkwam om de wereld te redden. zoiets geloof ja, Dat ik. wist ik dan wel weer op de een of andere bizarre reden. Ik heb oh, geen ja. idee. Niet maar die de... is heel recent. Ver... Of ja, recent. 2018 volgens mij. Ja, zoiets, ja, redelijk recent. Ja. Want dit uh, boek waar we het nu over hebben, eerste deel is volgens mij rond 2009 of 2010 een beetje verschenen. Um, en 2018, dus deel 2, ook weer met Alan in de hoofdrol. Ja. Maar wat ik dus las, heel grappig, ja, tegen die tijd zijn ze op Bali, hebben ze een heel vakantieleven, lijkt allemaal heel um, onverstoorbaar, maar daar gebeurt natuurlijk van alles. Um, maar dat gaat echt ook over allemaal levende politieke leiders en, en dat soort dingen, en ook over Trump, ja, Trump en uh, ook over Noord-Korea. En uh, het schijnt dus, ik heb dat boek dus niet gelezen, maar het schijnt dus dat Jonas Jonasson... daar ook wel heel erg zijn eigen visie over Trump en de wereld en uh, dat soort dingen aan de kaak uh, stelt okay. in dat boek. Dus dat lijkt me wel heel geinig om te lezen ook wel. Ja, ja, ja ik, denk, ik denk dat dat iets minder interessant is dan, dan dit historische perspectief. Misschien is dat nieuwe boek juist wel heel historisch. Ja. Uh, maar ik denk dat het historisch perspectief wat hij hier doet, dat het wat interessanter is dan. Uh, dan het heden, uh, maar goed. Je maar, maar vond het ik, die heb historische het deel beter dan het heden eigenlijk? Nee, niet per se in dit boek, maar ja, ik weet niet of je, of, of als hij nu een boek schrijft over een honderdjarige man die, ik heb het niet gelezen, dus, uh, maar ja, het, het trekt me iets minder snel aan, zeg maar, de actualiteit, op dat, nou, niet per se de actualiteiten, niet, maar uh, in een boekvorm, ik weet niet. Nog even kijken. Maar goed, misschien ja. misschien binnenkort leuk. Ik vond het wel grappig. Omdat uh, dit boek heeft ze dan bijna nou ja, 9 à tien jaar eerder geschreven. En dat, je, dat hij dus nu toch weer heeft besloten van hey, ik ga deel 2 schrijven dan over actuele thema's, zeg maar, waar we ook over lezen in het nieuws en zo. Um, dus nee, dat, uh, dat vond ik wel grappig. Dat hij dus gewoon een deel 2 heeft geschreven. Want uh, dat vergaat we helemaal. Maar deel 1, uh, de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween, helemaal vol. <laughs> dat is dus ook echt zijn uh, debuutroman. Ja, uh, ja. Daar is je echt mee, uh, nou ja, mee doorgebroken. Ja, nee, dat is waar. Volgens What mij an... is het in dertig talen ook vertaald al. En, het is en... een, een enorme, enorme hit. Dus het, uh... En gewoon van die originele titels. Er is blijkbaar ook een boek, iets van de zonderlinge avonturen van het geniale bommenmeisje. Oké. Okay. <laughs> dat ik ook wel denk: oh, wauw, waar gaat dat dan heen? En dat, is dus wel, dat gaat er dan over andere karakters. Oké. Okay. Uh, dus, dus hij heeft het... wel altijd een beetje dat soort titels of zo? Ja. Toch wel de humor. Ik, ik vond het wel origineel. Ik had nooit eerder zo'n soort boek gelezen. Jij wel? Nee, het is wel, uh, het is wel origineel, inderdaad. En, um, het, 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 ja. is, het is bijna qua. Qua opmaak, et cetera, voelt het bijna meer aan als een soort van korte verhalenbundel of zo, die die aan, aan elkaar geschreven heeft of zo. Dat heb je een beetje wat bedoel of niet? Ja, ook misschien omdat elk hoofdstuk weer bijna een verhaal ja, op zich is, inderdaad. Ja. En. Uh... Het enige waar ik aan kan denken, wat, wat er een B maar dat is een totaal andere vibe. Dus het lijkt het <laughs> totaal niet op, maar. Uh... Is, uh, is Handed van Chuck Palahniuk. die uh, is oh, enige ja. waar ik op kan denken, waarin je ook eigenlijk dat zijn dan uh, schrijvers in een in een in een huis waar ze allemaal zelf korte verhalen schrijven. Dus je hebt je beeld, korte verhalen en tegelijkertijd heb je een soort van uh, overall story die over die alles aan elkaar uh, weeft. Dus, ja. uh, maar, uh, maar dat is een hele dat is een horrorboek. En dit is een uh, comedyboek, dus qua thema is het uh, niet helemaal iets anders. Helemaal <laughs> Misschien anders. ook ooit leuk. <laughs> Maar ik vond het wel, want sommig, soms heb je in een boek dat alles heel gedetailleerd beschreven wordt. En weet je, ik hou daar ook heel erg van. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Stephen King. Uh, ook weer iets heel anders. Maar dit is echt. Constant gebeurt er iets. Dan gaan ze weer daar naartoe. En dan gebeurt er een drama. En dan moeten ze weer vluchten. En dan is hij in 1985. En dan is hij in de Koude Oorlog ja dat is een soort van omgekeerde Stephen King dit ja hij heeft weinig woorden nodig om heel veel te vertellen dus het, het gaat echt als een sneltrein dit verhaal en dat is wel heel, heel leuk en dat je ook echt denkt na een paar bladzijden... oh wow dit is al gebeurd in dit en het ja het wordt ook gewoon luchtig verteld uh, dus dat is wel hij, hij maakt niet heel veel woor, hij gebruikt niet heel veel woorden om bijvoorbeeld de omgeving te beschrijven of de, het uiterlijk van mensen maar desondanks zijn die mensen wel beeldend vond ik ja, oh ja, jawel. Uiterlijk, innerlijk. S soms, soms mis ik dus een beetje diepgang. Maar goed, dat, dat, ja, dat is, kom je niet omheen als je dat zo... Dat is eigenlijk uh, een beetje jouw conclusie. Als je een tempo wil... Als je, als je, als je wil schrijven op dit tempo, zeg maar, of wil lezen op dit tempo hoe je, het wil, hoe je het wil zien. Maar als je op dit tempo door een verhaal in wil gaan, ja, dan, dan moet je ergens wel uh, ja, ja. wat, wat, wat af, af, afsnijden. Ja. En ook, nou ja, goed, er we zaten ook wel wat heftige momenten in, ook van verlies en dat soort dingen, absoluut. Uh, maar dat wordt dus inderdaad niet met heel veel diepgang of zo beschreven, omdat het dus gewoon een ja, luchtig komisch boek moet zijn. Maar bijvoorbeeld in die podcast, nou ja, op een gegeven moment ik zal niet zeggen wie, maar overlijdt er wel een belangrijk iemand, een beetje aan het einde. Je weet wel wie ik bedoel, denk ik. Mm -hmm. Maar dat zit dan volgens mij weer niet in het boek. Nee, nee er zit wel verschillen in. Misschien ook weer, een podcast, een hoorspel is natuurlijk toch net als een film, even een andere manier van iets vertellen, om iets over te brengen. Ja. Um, dus dat is ook gewoon hartstikke, hartstikke logisch. Ja, maar we raden het dus eigenlijk wel allemaal aan. Ja, de film een <laughs> ik heb minder, het maar... gevoel dat het uh, ja, misschien een beetje onsamenhangt is als je het boek niet hebt ge gehoord. Maar ja, het is ook gewoon, ja, er gebeurt ook gewoon heel veel. Dus, dus we hebben, uh, zeg maar, de, zeker de, het heden expres denk ik eventjes niet verteld. Omdat het gewoon heel leuk is om dat zelf te lezen hoe dat allemaal afloopt. Met allemaal bizarre wezens en vrienden. Um, en jij bent dus gedeeltelijk enthousiast, denk ik hè? Ja, ik ben, uh, ik, het is een leuk boekje. <laughs> ja, een boekje. Nou, het, is wel op zich een nou, het is wel een redelijk dik boek, maar gewoon, het voelt aan als een, als een boekje, zeg maar. Ja. In, 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 uh, in impact, om het zo maar te zeggen. We hebben wel met plezier naar die podcast geluisterd. Dat we ja. af en toe dachten: wat zijn dit nou weer voor geluidseffecten? Wat gebeurt er nu weer? Ja, ja om, zeker. Of we mogen iets minder hard, maar ja. Of het ja doen, het met leuk. oortjes in, dan is dat. Uh, ja, dus nee, uh, absoluut hartstikke leuk. En weer leuk in Zweedse schrijven. Ik vind het altijd leuk als het in Zweden afspeelt. Um, ja. Nou, dat was hem dan, hè? Ja, zeker. Ik denk het wel. Um, wij gaan weer even denken over een ander verhaal voor de volgende keer. We hebben nog heel veel boeken te bespreken, natuurlijk. Um, heb jij nog een beetje thee? Mijn thee is echt net op. Ja, oké. Mijn rooibos Spicy, spicy thai was het. Klinkt heel goed. Jij, jij hebt nog wel een berg staan, zie ik. Ja, maar... ik, mijn thee, die, ik vergeet altijd dat ik nog thee heb, dus die ga ik zo even lekker, uh, lekker opdrinken. Ja. Jullie thuis hartstikke bedankt voor het luisteren. Heel gezellig dat je erbij was. En als je het leuk vindt, dan kun je ons volgen via Facebook, onze boekenkast of op Twitter of op YouTube of natuurlijk in je podcast app. En we zijn heel benieuwd wat je van dit boek vond en of je misschien de podcast gaat luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering. Dank jullie wel.